U kent de Nijmeegse stedenbanden met Pskov, met Masaya en Gaziantep. Maar wist u ook dat Nijmegen een speciale vriendschap heeft met de stad Albany in de Amerikaanse staat New York? De stichting Friendship Albany Nijmegen zet zich in om deze banden aan te halen en te benadrukken. In september 1945, toen herdacht werd dat Nijmegen een jaar bevrijd was, was er een vertegenwoordiging van de 82e Airborne Divisie hier. Generaal James Gavin was hier. Er waren gesprekken van nou, hoe kunnen wij een deel van de hulpacties nationaal, internationaal, zeg maar, richten ook op Nijmegen. En Gavin heeft zich ingespannen om in Amerika hulp te vinden voor Nijmegen. Daar is hij uitgekomen in Albany. In Albany hebben eigenlijk alle organisaties, scholen, scouting, de kerken, vrouwenorganisaties, historische clubs, noem maar op, hebben zich verenigd en hebben een Nijmegenweek georganiseerd en 300 ton aan hulpgoederen bij elkaar gebracht. De eerste zending hulpmiddelen voor Nijmegen van Albany kwam hier aan en die boot die zat vol met onder andere 5 enorme kratten met voedselpakketten, kleding, schoenen, noem maar op. Anja Adriaans reist binnenkort zelf af naar Albany. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat die vriendschapsband ontstond, een historische vriendschap. En in Albany en hier in Nijmegen hebben we gezegd van nou, dit is een mooi moment om dat te herinneren. En ze hebben op 10 mei een bijeenkomst waar ik Nijmegen zal presenteren. De film, de Dankjewel film, die gevonden is vorig jaar, zal daar weer vertoond worden. Ik geef een presentatie over de geschiedenis. Burgemeester Bruls, onze burgemeester, hebben we gevraagd om een videoboodschap te maken. We zijn met filmmakers bezig om de geschiedenis in een film vast te leggen. Waarbij we mensen die dat nog weten, onder andere meneer en mevrouw Leesberg, het verhaal laten vertellen. Van 16 tot en met 20 september gaan we een programma invullen wat we de Nijmegen-Albany Week noemen. Wat al vaststaat in dat programma is een herdenkingsbijeenkomst, een viering in de Stevenskerk. En we werken aan een tentoonstelling op verschillende locaties. Ook in de Stevenskerk, maar in het Huis van de Nijmegen Geschiedenis.